Page Lake Powell RV site. Na heel veel gedoe hebben we er toch eentje kunnen vinden. Maar een beetje haast, want we hadden die boeking staan voor Lower Antelope Canyon. Dus ik had vooruit gebeld naar de camping, waar ik met Bali ook had geslapen. Die zei, ja hoor, plek zat. Kom maar eraan. Nee hoor, alles is geboekt. Wie heb je gesproken dan? Dus ik laat het nummer zien. Onbekend. Zeg ze gereed. Dus ik heb gewoon totaal de verkeerde camping gebeld, blijkbaar. We zijn nog naar een wildcamping geweest, maar het was heel vet onduidelijk hoe je dat, ja, of je dat wel kon vasthouden. Dus als we die plek namen en we gaan dan weer even weg, heb je dan gegarandeerd je plek nog wel. Nou, zeker voor onderweg. We hebben toch nog even verder rondgekeken. En toen hebben we deze gevonden. Op een prima plekje, want hier zijn we mooi een beetje beschut van die zandstorm in de verte. Ik denk als je aan het meer had gezeten, had je een probleem gehad. En vandaag gaan we door naar Zion. Daar heb ik al een camping geboekt voor 2 nachten. Dus we zitten al helemaal gedekt. We kunnen lekker staan. Het is een beetje een teringzooitje nou, maar. Hallo. Hoi. Chillen in de hotdogs. Ja. Zullen we die maar weer aan doen? Water. Water.
duurt lang. Kampeerplek. Ook hier waait het nog een beetje, maar de wind zou wel liggen om 8 uur 's avonds. Maar ja, dat gold voor Arizona, dus ik hoop dat het ook geldt voor Utah. We hebben hier op een camping vlak voor de ingang van Zion. Alleen er zijn wat dingetjes veranderd aan Zion. Blijkbaar mag je niet meer door de tunnel met een RV zonder begeleiding, of in ieder geval zonder hulp van een ranger. Die gaat dan al het verkeer stilzetten zodat jij daardoor kunt. En daar betaal je $15 voor om heen en terug te mogen. Maar wij zijn er net ingegaan. Toen hoorden we dat de laatste shuttlebus al geweest was. En dat er waarschijnlijk geen parkeerplek was. En uiterlijk 8 uur, dan gaan die rangers ook weg. Dus dan kun je er niet meer door. Wij reden er om 5 uur in, dus het was volkomen zinloos. Dus morgenochtend gaan we om 7 uur gaan we daar staan, denk ik, in de rij. Dan gaan we hopelijk een parkeerplek vinden. Nou ja, hoe dan ook. Laten we de plek even zien. Hij is wel heel mooi. Arend is even gaan rondlopen. Even een plekje gevonden waar hij een zandweggetje in kan. En waarschijnlijk staat hij nog straks. Daarboven ergens. Tenminste, dat gaat hij proberen. We gaan het zien. Tering tieten, het is koud. Ons eerste nachtje vlak voor Zion overleefd. Was scheikoud. Hallo. Hoi. Gelukkig is de wind gaan liggen, want daar was ik echt helemaal klaar mee. Eén grote fucking zandstorm. Zo gelukkig was dat de laatste. Maar ja, we hebben nog een woestijn waar we doorheen moeten straks. Dat is weer een ander.
En nog maar een bakje koffie. We moeten toch even wachten bij de ingang, want we moeten natuurlijk weer zo'n debiel kaartje hebben om door de tunnel te kunnen. En we zijn te vroeg, de lui zijn er nog niet. De rangers die houden er lekkere tijd op aan. En daar loopt de Roy. Pak hem maar. Daar is hij. Warme koffie staat ook klaar. Jee, 8 uur gaat hij open. Ja. Thank you.